momenteel. Ik zal even wat delen, dan kan ik het programma. Ja, zie ik jullie. Als het goed is, zien jullie de eerste pagina. Klopt dat? Ja, dat gaat goed. Kijk, heel goed. Eerst even met de huishoudelijke mededelingen. Het is goed om te weten dat we het kenniscafé opnemen, zodat we die later ook op de website kunnen plaatsen, zodat mensen die dat graag willen nog kunnen terugkijken. Mocht je dat nou niet fijn vinden, Bart, je loopt bij mij vast. Ik weet niet of dat bij de rest ook zo is, maar ik hoor je niet meer. Dat geldt voor mij ook inderdaad. Bart staat stil. Oh jee. Bart, je viel even weg. Ik weet niet of je dat hoort. Oké. Nee, ik hoorde het niet. Ik hoorde jullie wel goed. Zo beter is of tenminste? Ja. Nou, ik zie dat Renske al de opname heeft gestart. Dan zet in ieder geval even de camera uit als je die prettig vindt. Hè, maar dan gaan we die op de website plaatsen. We krijgen daar een aantal presentaties van verschillende mensen. Kom ik zo even terug wie dat zijn. Maar het is ook wel handig om of de vraag in de chat te plaatsen of even de vraag achteraf. We hebben wel wat tijd voor wat vragen of opmerkingen ingebouwd. Dus dat. Ja, ik dacht van laat ik een mooie foto toevoegen. En toen dacht ik, ja, waarom doen we niet de nieuwe campagne die nu landelijk van start is gegaan. Hè? Een kort ritje, dat is zo gefietst. Heeft op zich niet direct meteen iets met verlichting te maken, maar ik denk, laat ik hem maar erin gooien. En het programma voor vandaag, dat is misschien, en zo lang hebben we niet, we hebben ongeveer een uur en een kwartier. We gaan zo even beginnen met in de spotlights. Het CRV en de Fietsersbond hebben gevraagd van nou, we hebben twee mooie onderzoeken gedaan. Die willen we graag nog even aan even vertellen. Dat ze er zijn, waar ze kunnen vinden. Dus Ros Goorden van de Fietsersbond gaat zo eerst even aftrappen met kort te vertellen naar het onderzoek over fietsen in het donker. En Mark van Geurup van CRW, die zal daarna het stokje overnemen en hij vertelt even iets over de aanbevelingen over markeringen. Nou, dat heeft natuurlijk niet direct iets met verlichting te maken, maar eigenlijk alles weer met verlichting, want als er geen verlichting is, heb je markering nodig. Dus vandaar. Dan hebben we twee, nou, ik noem ze maar even de hoofdgasten van vandaag. Dat is Eelco van Ruiten van de provincie Utrecht. Hij gaat ons meenemen in de keuzehulp, zeg maar, die zij hebben uitgewerkt, uitgedacht, zoals die in Utrecht wordt gehanteerd. En Ingeborg Mulder van de provincie Drenthe gaat ons meenemen in een pilot die ze nu aan het opzetten zijn in Drenthe. Nou, zo hebben we denk ik een mooie mix om in ruim een uur tijd met elkaar te worden gepresenteerd en wat vragen en antwoorden te bedenken. Dus ik wilde eigenlijk het woord aan Ros geven. Ik zag al dat je ergens aanwezig bent. Ja. Dankjewel. Inderdaad, ik zal ook even mijn scherm delen als dat kan. Zo. Nou, die goed moet gaan. Ja, mijn naam is Ros Goorden, beleidsadviseur bij de Fietsersbond. Volgens mij zou die nu goed in beeld moeten zijn. Het is een presentatie van mijn collega. We zijn eigenlijk afgelopen najaar begonnen met het thema fietsen in het donker. En om daar iets meer aandacht aan te geven en meer gevoel bij te krijgen van dat is volgens mij meer dan lampjesacties en goede lantaarnpalen en kampmarkering. Dus moeten we wat meer zicht op krijgen wat die gegevens nou zijn. Nou, daar hebben we een bekend onderzoek voor opgezet, want we konden eigenlijk nog niet zoveel data specifiek op fietsen in de context van het donker en meer ook de sociale veiligheidscontext vinden. Dus we dachten, dan gaan we een eigen onderzoek doen. Uiteindelijk uitgezet onder andere ook via To The Force, CRW Fietsberaad en in onze eigen achterban en via een aantal andere partijen.
Dat leverde een weliswaar niet representatieve steekproef op, maar toch een soort van verkennend en kwalitatieve duiding met bijna 5200 respondenten. Dus dat was hartstikke mooi. Nou goed, daar komen een aantal staartjes uit naar voren. We hebben een 12-13-tal vragen gedaan. En dan blijkt toch dat vrij veel mensen zich onveilig voelen op de fiets. En hierbij zijn de grijze balken de dames en de blauwe balken de heren. En in totaal komt dat op een percentage van rond de 80% die aangeeft zich niet altijd veilig te voelen in het donker. Goed. Dat is deze staat, excuus. Dus veel mensen geven ook aan in een vijfpuntschaal dat ze in het midden zitten. Dus dat daar echt ook nog wel een wereld te winnen is. Dus het is niet alleen bij vrouwen wat vaak bij dit onderwerp, en als je op sociale veiligheid gaat zitten, als eerste reactie binnenkomt. Nou goed, welke locaties? We hebben daar een hele waslijst uitgevraagd aan welke locaties komen dan als meeste naar voren. Dat zijn relatief in minder bebouwde gebieden. Of gebieden juist met veel hoofdbouw of industriegebieden. Je ziet een aantal percentages, dus het buitengebied in het algemeen. En dat is dan mensen hun eigen interpretatie van buitengebied. Komt bijvoorbeeld al hoger uit dan in en rondom tunnels, waar we ook al het een en ander over weten uit vorig onderzoek. Parken zonder verlichting, bosrijke gebieden komen daarin ook naar voren, die volgens mij ook mooi aansluiten bij de discussie van vanmiddag over hoe doen we dat nou op die hoogwaardige routes met verlichting en andere maatregelen. Mede door de onderzoekspopulatie denken we, dat is toch ook de Fietsersbond achterban, dus dat men ook bang is om te vallen. En dat zagen we ook meer in de mannen terug dan onder de vrouwen. Om een opdruk te krijgen. En bij de vrouwen is het percentage om lastig gevallen te worden op die plekken, is het aandeel juist groter. Nou, we hebben uiteraard ook uitgevraagd, wat doe je dan zelf om een veiliger gevoel te hebben als je je af en toe onveilig voelt? Overgrote meerderheid gaf aan, nou, ik heb goede verlichting of ik zorg voor goede verlichting. En daarmee, dat zit dan vooral op die valongelukken of ongelukken met andere fietsers. Dat je die daarmee voorkomt. Heel veel mensen gaven ook aan sneller te fietsen dan normaal of om juist vaker samen te fietsen. Of echt een routegedrag aan te passen, routekeuze aan te passen. Dat is een lastige in de context van een niet representatief onderzoek, maar de eerste vraag was, fiets je wel eens in het donker? Nou, dat geeft al toch een flinke groep aan, ja, ik doe dat eigenlijk nooit. En dan vragen we daarop voor op door waarom dat is, en dan komt dat gevoel van onveiligheid terug naar boven. Wat wel interessant is, we hebben daarnaast ook een aantal kwalitatieve duidingen gedaan door de meefietslijn te organiseren op drie plekken in het land. Doetinchem, Nieuwegein en Amsterdam. En dan zijn we op een plek bij een notoire bekende donkere route gaan staan. En hebben we gevraagd, waarom kies je nou wel of niet voor deze route? En als je bij mensen echt doorvraagt, dan komt het vaak, ja, normaal zou ik de auto pakken, maar nu is de verlichting aangebracht of... als het regent zou ik nu toch de auto pakken of ik zou mijn kinderen hier niet laten fietsen of mijn kleinkinderen. Dus dat soort vragen komen ook naar boven. En bij dit onderwerp moet je daar echt op doorvragen om daar een beetje tot de kern te komen. Dus dit onderzoek is gewoon puur indicatief. En we weten inmiddels dat het leeft, allerlei omroepen en dat soort zaken. Zijn langs geweest. Er zijn al een aantal gemeentes, waaronder Amsterdam en Almere, die er graag mee aan de slag willen om ook maatregelen te treffen. Dus dat is hartstikke mooi. Dus bij deze ook de oproep, kom een keer een kop koffie drinken met Carlijn of met mij. En dan kijken we hoe we daar als Fietsersbond ook iets aan bij kunnen dragen. En we gaan graag met dit onderwerp verder. Staan ervoor open om daarover te praten. Je kunt altijd mij of mijn collega Carlijn even een berichtje sturen. En ik zal het volledige rapport, wat veel uitgebreider is, even in de chat linken. Dan kun je hem downloaden.
En dan ben ik volgens mij binnen de 5 minuten gebleven. En dan geef ik het woord weer aan Bart. Top, dankjewel Ros. Heel goed. Nou, dat was mijn vraag. Ook meteen, zet de link er even bij, want het is een uitgebreid rapport. Volgens mij kunnen we daar veel van leren en ook veel uithalen. Dus nou, top. Dankjewel. En nog als laatste leuk is, we hebben ook 2 stagiaires op dit, precies op dit onderwerp die nu stage lopen. En een van hen levert binnen een maand het eindproduct, de ontwerpwijzer fietsen in het donker, met allerlei maatregelen op zowel infra als beleidsmatig niveau op. Dus daar komen we nog bij jullie op terug, meer richting na de zomer, als het thema donker weer meer gaat leven, denk ik. Ja, top. Dankjewel, Ros. Mark, mag ik jou het woord geven over de wegmarkeringen? Jazeker, dat mag. Ik ga even mijn scherm delen. Kijk even of dat goed gaat. Als het goed is, zien jullie mijn scherm. Klopt dat? Ja, hartstikke. Ja. Nou, om het wel het goede te zien. Zo. Ja, eventjes inderdaad. Mijn naam is Mark van Gurp, projectmanager fietsveiligheid en fietsinfrastructuur bij CROW. En ik neem jullie even kort mee over de vorig jaar geactualiseerde aanbevelingen van markeringen op fietspaden. Met name ook omdat het natuurlijk, nou ja, het gaat over verlichting op fietspaden vandaag. En ja, een van de functies van die verlichting van fietspaden is natuurlijk het vergroten van de verkeersveiligheid in het donker ook. Hè? Dus de zichtbaarheid van het verloop van het wegverloop van het fietspad en ook het contrast tussen de berm en het fietspad. Nou, en dat is ook precies waar markering voor is. En markering en verlichting kunnen elkaar daarin ook versterken. Dus ik denk daarom goed om daar heel kort even bij stil te staan. Ik neem je dus inderdaad heel even kort mee in de aanbevelingen die we vorig jaar hebben gepubliceerd. En de reden om daarmee om ze te actualiseren is eigenlijk in dit plaatje gevat, of eigenlijk meerdere plaatjes. Je ziet namelijk dat in de praktijk er ontzettend veel verschillende type markering wordt toegepast in Nederland. Zowel verschillende soorten kanmarkeringen als asmarkeringen. De ene doet een doorgetrokken, of onderbroken streep moet ik zeggen. Weer een andere doet kleinere streepjes, sommige weer grote strepen. Soms wordt de kleur toegepast. Kortom, ja, daardoor wordt het wel een soort mooie kleurrijke landschap van markering. Maar ja, we willen juist ook graag vanwege de verkeersveiligheid ook wat meer uniformiteit. En dat is ook de reden om hiermee aan de slag te gaan. En ik zoom even kort in op zowel de aanbevelingen voor de kantmarkering als voor de afmarkering. Even kijken. Juist de kantmarkering. Nou ja, we noemden het net eigenlijk al. Hè, de functie van kantmarkering is zowel de zichtbaarheid van de wegrand te vergroten. Dus het verschil dat je tussen de berm en het einde van de rand van het fietspad. Maar daarnaast ook de zichtbaarheid van het wegverloop. Dat je in het donker goed kunt zien hoe het fietspad verloopt. En daarnaast, en die hebben we nog niet benoemd, is zeg maar de visuele geleiding. En rechtsonder de plaatjes geven dat goed weer. Met name ook voor slechtzienden. Dat het verschil tussen geen markering en wel de toepassing van kantmarkering. Ja, is heel erg duidelijk. En daarmee ook het wegverloop voor minder mensen die minder goed kunnen zien. We zien ook dat de kantmarkering toepassen heeft ook effect op de laterale positie van de fietsers. Dus de plek waar de fietser fietst tussen de berm en eventueel middenas van het fietspad. En we hebben gezien dat als je kantmarkering toepast, dat er bij daglicht de fietsers op een grotere afstand van die wegrand gaan fietsen. En daarmee wordt het ook een stukje veiliger. En in het donker zien we juist dat mensen dichter op die kantmarkering gaan fietsen. Juist ook, en ook een grotere afstand houden tot de wegas. Juist ook op het moment dat eventueel tegenlichters kunnen komen bij een twee richting het fietspad. Hoe hebben we dat allemaal plekje gegeven in de aanbevelingen? Want we hebben de aanbevelingen gebaseerd op bestaande onderzoeken, maar ook zelf nog wat onderzoek toegevoegd. En wat we nu in de aanbeveling hebben gezegd voor kantmarkering is dat we overal kantmarkering aanbevelen, om die overal toe te passen. En we zien tussen haakjes staan dat het gaat over ononderbroken. Dat is wat we er nu in hebben gezet. Maar, dan ga ik eentje
terug voor ongeluk. Het is wel lastig. Kijk, de ene wegbeheerder zegt van joh, we hebben de mogelijkheden om inderdaad die ononderbroken kanbekering toe te passen. Maar sommige wegbeheerders zeggen ook van ja, maar het is best wel prijzig. Of het is best wel niet zo duurzaam om helemaal zo'n ononderbroken kanbekering toe te passen. Dan zou je kunnen zeggen, joh, nou, misschien kunnen we daarvan afwijken en doen we een andere type markering als kanbekering. Dat is aan de wegbeheerder, maar we hebben wel gezegd, wij bevelen in ieder geval ononderbroken kanbekering aan. En recente onderzoeksresultaten laten zien dat van een onderzoek in Brabant, dat met name op het gebied van beleving, die ononderbroken kanmarkering toch wel beter scoort dan een kleinere, niet onderbroken kanmarkering, dus met kleinere streepjes. We gaan kijken of we dat de aanbeveling daarop aan moeten scherpen. Dan even nog de asmarkering. De functie van asmarkering is het scheiden van de twee richtingen van de fietsers natuurlijk. En ook een belangrijke functie is dat de fietsers geattendeerd worden op dat er mogelijk tegenliggers van de andere kant kunnen komen. En daarnaast ook net als bij kanmarkering, de zichtbaarheid van het wegverloop, daar draagt ook asmarkering ook aan bij. Het effect van asmarkering is dat mensen een grotere afstand tot het midden van de weg van het fietspad houden. En we zien ook dat fietsers daardoor meer op hun eigen weghelft blijven. Waarschijnlijk juist ook vanwege de verwachting van mogelijke tegenliggers. Nou, hoe staat de aanbevelingen dan in de asmarkering dan in de aanbevelingen? We zeggen dat op alle twee richtingsfietspaden en bromfietspaden je asmarkering dient toe te passen. En we hebben daarbij de keuze gemaakt voor een 30-270 streep. Dat betekent een streepje van 30 centimeter en dan 2,70 meter geen markering. Dat hebben we gedaan in het kader van de herkenbaarheid ook en de uniformiteit. Mensen herkennen deze streep als, hey, dit is een fietspad. Ook hiervan kunnen we zeggen, je onderzoeker is niet aan te tonen dat dit beter werkt dan een andere soort streep. Dat is wellicht voor de toekomst nog iets om nader te onderzoeken. Maar volgens nu of staat dit in de aanbevelingen. Die aanbevelingen waar ik steeds over heb, die zijn terug te vinden in de geactualiseerde aanbevelingen voor markering op fietspaden. Het linker plaatje. Die kunnen jullie vinden op de website van Fietsberaad in de kennisbank. Ik zal net als Ros ook zo even de link toevoegen. En goed om te weten is dat deze aanbevelingen ook een plekje straks gaan krijgen in de richtlijn voor bebakening en markering. Die wordt momenteel herzien. Dat gaat dan niet alleen over fietspaden, maar over alle wegen. Nou, het onderdeeltje fietspaden komt daar één op één in te staan. En hetzelfde geldt dat we aan de slag gaan met het herzien van de ontwerpwijze fietsverkeer. De verwachting is dat die eind volgend jaar klaar is. En ook daar zullen de aanbevelingen voor markering een plekje in krijgen. Dat was het even in vogelvlucht. Bart, ik geef hem terug aan jou. Ja, dankjewel Mark. Heel goed. Fijn dat we daar ook weer, dat we af en toe dit soort dingen terug horen. Ik wil graag toch snel door, want anders dan hebben onze hoofdgasten wat minder tijd. Maar Mark, ik zie wel twee vragen in de chat. Misschien kun je in de chat even daarop op reageren. En anders zie jij wie de vragen stelt of stellen. Dus misschien dat je dan anders even kunt bellen of kunt mailen. Maar dan gaan we snel door wat mij betreft met Ilko. Ilko, jij vertelt zelf maar inderdaad wie je bent en wat je hebt gedaan. Maar ik vind het in ieder geval een heel interessant verhaal. Dus aan jou het podium, het virtuele podium. Dankjewel Bart. Jij kent de presentatie inderdaad al, want in december heb ik hem gegeven voor het kernteam Tour de Force. Dus ik weet niet of er ook mensen aanwezig zijn die er toen ook bij waren, maar die ga ik niet zo heel veel nieuws vertellen. De anderen die het verhaal nog niet kennen, hoop ik te kunnen helpen met wat wij hebben laten onderzoeken. Ik zal mezelf eerst even voorstellen voordat ik mijn presentatie deel. Ik ben Ilko van Ruiten. Ik werk sinds 2 jaar voor de provincie Utrecht als projectmanager voor het infrastructurele deel van het uitvoeringsprogramma FIETS. We hebben een behoorlijk uitvoeringsprogramma FIETS. Dat heeft 4 pijlers. Infrastructuur,
fiets parkeren, fietsgedrag en fietsinnovatie. Ik ben dus aangesteld om voor de infrastructuur ervoor te zorgen dat die beter wordt en de kwaliteit daarvan omhoog gaat. Ik ga nu een presentatie delen. Wacht even. Even op een andere manier, excuus. Ja. Dit gaat volgens mij beter. Ja, het was leuk dat Mark net even wat verteld heeft over kantmarkering. Hier zie je op de foto markering die nog niet helemaal aan de richtlijn voldoet. Dat is van het eerste stukje doorfietsroute in de provincie Utrecht, waar nog met ook een gekleurde asmarkering gewerkt werd. Wij hebben inmiddels ook al een investeringsbeslissing is genomen door onze gedeputeerden om ons hele provinciale fietsnetwerk ook van kantmarkering te voorzien. In navolging van de collega's in de provincie Zuid-Holland en de provincie Gelderland gaan wij ook als provinciale staten volgende maand akkoord gaan ons hele provinciale fietsnetwerk voorzien van kantmarkering op basis van de aanbeveling inderdaad die net is toegelicht. Ik ga jullie nu even bijpraten over hoe wij omgaan met het verlichten van ons fietsnetwerk in Utrecht. Dat doe ik door eerst even de aanleiding te schetsen. Waarom hebben we dit onderzoek gedaan? Wat was precies de onderzoeksvraag? En wat zijn er voor resultaten opgeleverd? Dat heeft een beleidsmatige kant. Waar wel, waar niet, eigenlijk kort gezegd. En een soort technische kant, want er is op een heel aantal trajecten gemeten en ontworpen om de verlichting te laten voldoen aan het beleid. Ook even kort over het uitvoeringsprogramma Fiets. Dat loopt tot en met dit jaar. We hebben natuurlijk coalitieonderhandeling op dit moment. Dus vanaf 2024 zullen wij een nieuw programma krijgen, hopelijk waar Fiets wederom een prominente plek krijgt. Maar het doel wat we tot en met dit jaar nastreven is dat 50% van alle verplaatsingen onder de 15 kilometer met de fiets plaatsvindt. En een randvoorwaarde daarvoor is dat alle belangrijke werklocaties, middelbare scholen, knooppunten veilig, comfortabel en snel bereikbaar zijn per fiets. Daar hebben we dus een netwerk voor gedefinieerd, 1500 kilometer aan fietsnetwerk, wat wij bestempelen als ons utilitaire fietsnetwerk. Wij noemen het regionaal fietsnetwerk. Je hoort ook wel de term hoofdfietsnetwerk. Iedere provincie en iedere gemeente gebruikt daar wel weer een andere term voor. Maar wij focussen dus echt op dat utilitaire hoofdnetwerk. Maar dus allemaal om bij te dragen aan het doel om het fietsgebruik te stimuleren. Nou, in dat uitvoeringsprogramma staat een klein stukje opgenomen over verlichting, namelijk dat de fietser dus ook in het donker moet kunnen vertrouwen op een goed verlicht fietspad. Specifiek worden hier ook kleinere kernen in het buitengebied genoemd. En wij streven daar als provincie naar om dat regionale fietsnetwerk waar ik het net over had te verlichten als er geen alternatieve fietsroutes zijn binnen een acceptabele afstand. Nou, dat is nog niet echt smart, dus daar konden wij nog niet altijd mee uit de voeten als het gaat om waar wel en niet verlichting toe te passen. En als je dan verlichting toe gaat passen, welke norm wil je dan stellen? Fel, minder fel, zeg het maar. Dus wij hadden de behoefte om smarter te maken, objectiever vast te kunnen stellen, een soort afwegingskader of een keuzehulp te ontwikkelen, om de subjectiviteit er wat uit te halen. En wat is nou een acceptabele afstand? Dus vandaar dat we een onderzoek in de markt hebben gezet waar bij onze raamcontractanten, in dit geval bij Roelofs. En Roelofs heeft als onderaannemer Montad ingeschakeld om hier expertise in te leveren. Nou, dat was één aanleiding. Een andere aanleiding is dat we, nou, dat herkennen misschien een aantal van jullie ook wel. Wij zijn ook uiteraard over gegaan en we gaan hier en daarover van SOM. En SOX-verlichting naar LED-verlichting, dat is gefocuster. Je ziet het hier heel extreem hoor. Zo extreem is het in de praktijk gelukkig niet altijd. Maar het laat wel zien dat LED-verlichting, als je alleen maar normen hebt voor de hoofdrijbaan, dan loop je het risico dat straks echt ook alleen die hoofdrijbaan door het gefocuste LED-licht verlicht wordt.
En dat het fietspad, wat vaak in de naast de berm ligt van de hoofdrijbaan, dat dat niet op de juiste manier verlicht wordt. Dat was in ieder geval angst die leefde bij ons. Dus vandaar dat we ook naar een normering toe wilden. Zodat we bij die vervanging van zon en SOX naar LED ook rekening kunnen houden met bijvoorbeeld de bermhoek die zijn armatuur heeft. Nou ja, dat botst wel enigszins met bestaand beleid van de provincie. Want wij hebben ook ooit in 2017 uit mijn hoofd gezegd van ja, laten we vooral alleen verlichten waar het nodig is. En als het veilig kan, dan houden we het graag donker. In het kader van de lichthinder, waar vast veel van jullie ook wel mee bekend zijn. Dus nou, vandaar toch wel behoefte aan wat concretisering van waar vinden wij nou als provincie dat het nodig is om wel en niet te verlichten. Dat brengt ons tot de onderzoeksvragen. Ik zei het net al even, enerzijds hebben we een beleidsadvies gevraagd voor de openbare verlichting op onze provinciale fietsinfrastructuur. Dat gaat over normstelling op provinciale fietspaden, maar ook over technische en functionele eisen bij nieuwe verlichting en technische en functionele eisen bij vervanging van conventionele verlichting naar LED. Dan praat je over technische termen als die bermhoek, de kleurtemperatuur en dat soort zaken. En we hadden een aantal trajecten waarvan we wel het vermoeden hadden dat daar te weinig verlichting was. Dus dan hebben we gezegd van nou, als nou dat beleidsadvies gegeven is en we hebben een advies over die normstelling, laten we dan kijken of een aantal trajecten daar wel of niet aan voldoet. Dus ga dat meten en als het niet voldoet, een ontwerp maken hoe we het wel kunnen laten voldoen. Kijk ondertussen even in de chat naar de vragen. Ik zie dat Ria Glas zegt, bij de fietsroute Nieuwegein-Utrecht is het fietspad na verleden van de verlichting aardedonker geworden. Nou, dat is toevallig een van de locaties die meegenomen was in ons onderzoek. Dan hebben we het over de verlichting langs de N408 uit mijn hoofd. En daar bleek inderdaad dat we 8 lichtmasten bij moeten plaatsen op basis van de nieuwe norm die wij stellen. En Roel Efting zegt, beter de omgeving verlichten dan alleen de fietser zelf. Ja, dat is ook wel een punt. Daar kom ik straks op terug. En ik zie nog een aanvulling, verlichting heeft alleen zin als er toezicht is. Dat gaat inderdaad over de sociale veiligheid. Dat heeft alleen zin als er ook sociale veiligheid uitgeoefend kan worden inderdaad door de omgeving. Nou, ik ga jullie eerst even meenemen naar de resultaten. Technisch beleidsadvies, dat deel ik graag met jullie als jullie daarin geïnteresseerd zijn. Als ook de keuzehulp van wanneer wel of niet toepassen van verlichting. Daar ga ik nu ook eventjes op in. Het technische deel, dat laat ik eventjes voor wat het is. Want één, ik heb er zelf niet zoveel verstand van. En twee, het gaat wel heel erg getypt in. Dus ik denk niet dat jullie het heel interessant vinden. Het uitgangspunt voor de keuzehulp is wel, blijft ook, het donker waar het veilig kan en verlichten waar nodig. Nou, de keuzehulp die ontwikkeld is door Roelofs in samenwerking met Montad, die heeft er 3 stappen. Eén is om een snelle analyse te doen van het traject waar we het over hebben. Wat is de staat van onderhoud? Zit er een gaten in de weg? Zitten er bijvoorbeeld heel veel bochten in de weg? Of hoe zijn de bermen onderhouden? Dus sprake van overgroeiing, dat soort zaken. En zijn er conflict situaties? Dus kruispunten. Plat gezegd. Stap 2. Ga je kijken naar verkeersveiligheidsaspecten. Wat is de maximale snelheid? Gaat het om een parallelweg die ook door fietsers gebruikt wordt? Of gaat het om een bromfietspad of om een fietspad? Wat zijn de intensiteiten? Wat is het type verkeer? Net ook al zei, is er sprake van bromfietsgebruik of alleen fietsers of ook motorvoertuigen? En eigenlijk ook wat Roel Efting net aangeeft in de chat. Is er mogelijkheid tot sociale controle. Want als die mogelijkheid er niet is, ja, dan kun je wel heel veel aandacht besteden aan het op peil brengen van de verlichting en ook aandacht besteden aan de verticale verlichtingssterkte die belangrijk is voor die sociale veiligheid. Maar
Maar ja, als er geen mensen in de weideomgeving wonen of voorbij komen, dan heeft dat weinig nut. Stap 3 is de functie van het traject. Maakt het onderdeel uit van een doorfietsroute? Of is het het normale regionale fietsnetwerk, zoals wij het noemen, het utilitaire hoofdfietsnetwerk? Of betreft het een recreatieve verbinding? En door welk gebied gaat die verbinding? Is het een natuurgebied? Is het een landelijk gebied, een industriegebied of bewoond gebied? Daar hebben we onderscheid tussen gemaakt. Nou, dit is de eerste stap. Wat is de staat van het traject? Heeft ook betrekking op het feit dat verlichting geen compenserende maatregel moet zijn. Het wegdek moet gewoon in goede staat zijn. Je kunt ook eerst ervoor kiezen om kantmarkering bijvoorbeeld toe te passen. Verlichting moet geen compenserende maatregel zijn omdat je de basis niet goed op orde hebt, zullen we maar zeggen. Dat is de eerste check. De tweede is, als er sprake is van conflict situaties, dan is gewoon heel duidelijk in de NPR 13201 beschreven hoe zo'n conflictpunt verlicht moet worden. Dus dan hoef je deze keuze ook niet te gebruiken. Even kijken. Ik zal even in de chat te kijken of er al vragen zijn die ik nu wil behandelen, maar ik bewaar die nog heel even voor het eind. Ja, volgens mij niet, Eelco. Gaat veel over markeringen. Ja, precies. Dan de stap 2. Dat ging dus over de verkeers- en de sociale veiligheid. Het werkt met deze keuze werkt met een puntensysteem. Dus je ziet bij deelstap A, als de snelheid hoger is dan 50 km per uur, dus het betreft een parallelweg waar je bijvoorbeeld 60 mag, dan komt er een punt bij voor het traject. En als die lager dan 50 km per uur is, dan niet. Tweede stap is de gebruiksintensiteit. Nou, dan kun je zeggen wat is druk, wat is matig druk en wat is een lage intensiteit. Wij hebben daar onze eigen normen voor ontwikkeld, maar ik kan me ook zomaar voorstellen dat dat per provincie verschilt. Ik kan ook niet eventjes 1, 2, 3 opnoemen waar de grenzen liggen voor deze categorieën, maar dat valt wel na te lezen in het stuk wat ik na afloop kan delen. Dan krijg je dus een punt als het een druk traject is, 0 punten bij een matig traject en een punt aftrek als het vrij weinig fietsers zijn. C is het deelnemend verkeer. Is er sprake van parallelweg met gemotoriseerd verkeer erop of niet? Gaat het om een bromfietspad? En D is die sociale veiligheid. Zijn er woningen aanwezig of zijn er behoorlijk wat automobilisten in de nabijheid die zouden kunnen ingrijpen? Dan ga je aandacht besteden aan de verticale verlichtingssterkte, dat is die EV-min. Als dat niet zo is, dan is dat niet van toepassing. Dan heeft het niet zoveel zin voor de sociale veiligheid om je daar druk om te maken. Nou, als je dan die punten bij elkaar optelt, dan is eigenlijk het advies om bij min 1 of 0 punten niet te verlichten. Bij 1 punt klasse P6 te gebruiken uit de NPR, 2 punten P5. En 3 punten verlichtingsklasse P4. Maar, let op, staat er al dik gedrukt. Je moet het wel in samenhang kijken met de functie en het gebied. Dus dit is eventjes de technische kant van welke verlichtingsklasse kom je uit en wil je überhaupt verlichten. Maar ik neem jullie even mee in de laatste stap, stap 3. Dat is de functie in relatie tot het gebied waar je doorheen gaat. Dus als je in de groene kadertjes kijkt, dus dan bedoel ik deze groene kadertjes, dan zie je dat recreatieve routes, onafhankelijk van of ze naar een natuurgebied of bewoond gebied of industriegebied gaan, dat het altijd advies is niet verlichten. Natuurlijk kun je uitzonderingen maken, maar in principe zeggen we dan donker waar het veilig kan en verlichten alleen als het nodig is. De doorfietsroutes is een categorie waarvan volgens mij CROW in de aanbevelingen zegt verlichten. Wij zeggen van ja, in een natuurgebied niet verlichten. Liever gebruik maken van actieve markering, kantmarkering, glaspadels in het asfalt, et cetera. En niet om de 20 meter een lichtmast neerzetten. Dus je moet echt ook heel goed kijken naar wat is de functie en door welk gebied ga je? Zijn er in de tussentijd nog vragen?
Ik zie parkeerterreinen, daar hebben wij niet naar gekeken. Wat is de definitie van een natuurgebied? Dat is een goede van Mark van Galen. Wij hebben dat niet gedefinieerd als zijnde, dat moet Natuurnetwerk Nederland of Natura 2000 zijn. Dus het is een beetje subjectief, maar je zou kunnen zeggen van, als je door, kijk over Natura 2000 of NNN, daar heb je geen discussie over. Dat is natuur, punt. Maar wij merken een bosgebied, waarvan 9 van de 10 mensen bij wijze van spreken zou zeggen, het is natuurgebied, merken wij ook aan als zijnde natuur. En dan zag ik nog één vraag van Gert Tolenaars. Van welke intensiteit wordt een fietspad als druk beschouwd? Uit mijn hoofd hebben wij het dan over fietspaden van meer dan 2000 fietsers per etmaal. Maar een exact getal moet je even schuldig blijven. Nou, en dan hier ga ik even sneller doorheen hoor. De resultaten. Wij hebben op 14 trajecten van zo'n 48 kilometer lengte. We hebben niet de hele 48 kilometer gemeten, maar steekproefsgewijs op representatieve stukken van het traject hebben we gekeken naar de verlichtingssterkte. En vervolgens ook gekeken van, als je die keuzehulp volgt, voldoet die verlichting dan op die punten of niet? En op de plekken waar dat niet voldoet, is er een ontwerptekening gemaakt, die zie je hier. Met het armatuur moet vervangen worden of er moet een extra uithouder bij komen. En dat moet dan een armatuur zijn met die en die en die specificaties. Nou, de conclusies die we daaruit getrokken hebben is dat de verlichting gelukkig voldoet grotendeels aan de norm die volgt uit de keuzehulp. Dus ons vermoeden was dat het op veel plekken niet goed verlicht was. Door, onder andere door die overgang van ouderwetse verlichting naar LED-verlichting. Maar dat bleek behoorlijk mee te vallen. Je ziet zelfs dat op een heel groot deel van de trajecten, als je de normen P4 tot en met P6 uit de NPR volgt, sprake is van te veel verlichting. Dat heeft ermee te maken dat er strenge, tussen aanhalingstekens, normen zijn voor het verlichten van de hoofdrijbaan. Bij een intensiteit van, ik noem maar wat, 10.000 motorvoertuigen per etmaal, dat het fietspad daardoor bijna automatisch voldoende is meeverlicht. Nou, op de trajecten waar toch een investering nodig is, onder andere het traject waar Ria het over had in de chat, bij Nieuwegein-Utrecht, daar is een investeringsbeslissing genomen om de verlichting daar op peil te brengen. Dan ook vet gedrukt wederom. Kijk, het klinkt natuurlijk mooi in keuze, hulp en objectieve maatstaven maken, maar er blijft altijd discussie mogelijk. Als je nou een sportveld hebt, ergens buiten de bebouwde kom, en daar moeten heel veel jongeren in het donker, in de winter, heen fietsen naar hun training voor de hockey of voor de voetbal. Ja, dan kan het zijn dat je volgens de keuze op zich niet verlichten. Maar ja, dat toch de wens er is. Ook al is er nog geen sociale veiligheid mogelijk, dat mensen het idee hebben van nou, het is veiliger, ook sociale veiligheid, om het te verlichten, dat toch de politiek daarvoor zwicht. Maar dat hoef ik jullie waarschijnlijk ook niet uit te leggen. Dus er blijft altijd discussie mogelijk, wilde ik maar gezegd hebben. Hier even mijn contactgegevens. Mochten jullie vragen hebben, voel je vrij om mij te benaderen. En ook als jullie het rapport willen lezen, laat het weten aan mij. Dan ga ik nog even door naar de vraag in de chat. Ik zie Jan Albert teleurgesteld. Wordt bij de intensiteit gekeken naar de intensiteit tijdens potentieel drukke uren of alleen naar een etmaal? Dat is een goede vraag, want het is in principe natuurlijk vooral relevant van fietsen er in het donker mensen op dat traject, als je praat over verlichting. Maar omdat die telgegevens toch vaak per etmaal bekend zijn, hebben wij gekeken naar etmaalintensiteiten. Maar als je het helemaal goed wil doen, dan zou je inderdaad kijken naar de potentie en het gebruik tijdens donkere uren. Puk van Galen, die zegt, zijn er al beheerders die ervaring hebben met het in de praktijk aanbrengen, combineren van verlichting? Die vraag begrijp ik niet helemaal. Dus misschien kun je die even toelichten. Ja, zeker. Dat kan ik toelichten. Dit is een beetje de beleidskant natuurlijk. Wanneer pas je verlichting toe? Maar er zit uiteindelijk ook een praktische kant aan. Lichtsterkte inderdaad, maar ook combineer je dat dan met een extra uithouder of breng je losse verlichtingspalen aan. Zijn daar afwegingen in te maken? Hebben jullie daar al over nagedacht? Of zijn er misschien collega's die daar al mee bezig zijn geweest? Dat was eigenlijk mijn vraag.
Ja. Ja, dan ga ik heel eventjes nog terug naar een andere sheet. Dat is deze. Kijk, in principe zeg je bij de categorie D dat het verlichten gewenst is en dat je de specifieke verlichtingseisen wil volgen. En als het daarvoor nodig is om elke 20 meter op het fietspad een bepaalde of een lichtmast te plaatsen, dan is dat kennelijk belangrijk. Dan heb je bijvoorbeeld ook een doorfietsroute in bewoond gebied of het regionaal fietsnetwerk in bewoond gebied. Maar als je het hebt over een doorfietsroute in een industriegebied of in het landelijk gebied, dan zeg je, we gaan mee verlichten vanuit de autoweg. Dus bijvoorbeeld met uithouders of met de juiste armatuurkeuze op die hoge lichtmasten die naast de hoofdrijbaan staan. En als je dan niet helemaal 100% voldoet aan een P5-norm, ik noem maar wat, dan kun je daarvan afwijken. Het zou een beetje kostbaar ingreep worden en ook qua duurzaamheid niet echt de juiste keuze in mijn ogen. Om op ieder provinciaal fietspad waar je wil verlichten, ook elke 20 meter een nieuwe lichtmast neer te zetten. Als je ook kunt werken met meeverlichten of uithouders. Dus waar mogelijk proberen we daar toch verstandige keuzes in te maken, laat ik het zo zeggen. Dan, is dat voldoende antwoord op je vraag trouwens? Anders moet je seintje geven. Ja, voor nu wel. En anders dan weet ik je te vinden. Dankjewel. Ja, en dan kan je ook koppelen met onze beheerder eventueel. Oké, super, dankjewel. Dan Ram Verheijeren. Misschien haal je soms de nodige intensiteit niet net, omdat er nu nog geen verlichting is. Ja, goed punt. Dat heeft te maken met de potentie die er is. Daarom zeg ik ook, er blijft discussie mogelijk. Als je op een grensgeval zit en je weet dat er toch wel potentie zit voor de donkere uren, ja, dan kun je best keuzes maken om er toch te investeren om het fietsgebruik te bevorderen. Volgens mij heb ik alle vragen gehad zo. Tenzij er nog iemand is die een brandende vraag heeft. En anders dan hebben jullie voldoende gelegenheid gehad om contactgegevens te noteren. En voel je vrij. Ja, we zullen, Ilko, dankjewel alvast. We zullen ook de presentatie delen met de mensen. Dus dan staan je ook contactgegevens. Moet maar even kijken of je ook je 06 dan wil mee sturen. Maar nee, top. Ja, ik word hier heel erg blij van. Zeker als je het hebt over keuzehulp. Hè. Dus wat je terecht zegt, van er is altijd discussie mogelijk. Maar ik denk dat de keuzehulp zoals jullie die hebben ontwikkeld juist ertoe bijdraagt dat er het gesprek ook goed op gang komt. En dat je onderbouwd het gesprek met elkaar kunt gaan voeren. Dus ik kan me voorstellen dat andere regio's of gemeenten of zo ook wel geïnteresseerd zijn in de keuzehulp. Dank. Graag gedaan. Nou, je hebt het al duidelijk gezegd. Hè? Iedereen weet jou te vinden. En ik denk dat het een hele mooie overgang ook is naar de provincie Drenthe, naar Ingeborg. Want eigenlijk zijn jullie met niet dezelfde systematiek, zeg maar, bezig zoals dat in Utrecht gebeurt. Maar jullie zijn op een bepaalde manier ook bezig om te kijken van, hey, wat is er nu slim om te doen op bepaalde fietsroutes. Dus Ingeborg, mag ik jou het woord geven over Drenthe? Ja, dat mag zeker. Nou, dankjewel Bart. Voor de uitnodiging om het te mogen vertellen over de pilot in Drenthe. Ik zal eerst mezelf even kort voorstellen. Ingeborg Mulder. Ik werk bij de provincie Drenthe, team verkeer en vervoer. Al sinds 2000 bij de provincie en sinds 2007 bij dit team. Ik heb me de eerste ruim 14 jaar bezig gehouden met het programma Gedrag. En vorig jaar de overstap gemaakt naar andersoortige projecten. Ik werk 20 uur per week, dus dat is niet zo heel erg veel. Deze pilot is een van mijn klussen. Daarnaast heb ik nog 3 infraprojecten. Zit ik in de werkgroep verkeershandhaving en hou ik me bezig samen met provincie Overijssel met de doorontwikkeling van de veilig blijvende fietsentest voor de senioren fietsen. En daarnaast nog een paar kleine dingetjes. Proberen om de presentatie even te delen met jullie. Als het goed is, zien jullie nu de presentatie?
Klopt dat? Ja, Bart, ik zie een duimpje. Hartstikke mooi. Oké, wij gaan dus experimenteren met verlichting langs een gedeelte van een provinciaal fietspad. Langs de N853, dat is een stukje fietspad van ongeveer 2 kilometer. Waar ik het met jullie over zal hebben in het kort is ons beleid. De aanleiding van de pilot, hoe we het hebben aangepakt tot nu toe. Waar we staan en hoe het vervolg eruit gaat zien. En de toekomst in Drenthe, als je het hebt over verlichting van fietspaden. Even voor jullie beeldvorming, dit is een kaartje van Drenthe. En helemaal rechts onderin zie je weer een pijl. Vlak bij ons, een van onze 3 provinciale steunpunten. Daar ligt Schonebeek. En bij de pijl, daar ligt het kleine stukje fietspad. Hier nog even een paar fotootjes van de weg, zodat jullie een beeld krijgen van het gebied van het fietspad waar het over gaat. Het beleid is tot nu toe nog steeds, de basis is nog steeds de nota verlichting provinciale wegen, die vastgesteld is in 2007, provinciale staten. Dus dat is redelijk oud beleid. En in dat beleid staat dat wij alleen verlichten op kruispunten, discontinuïteiten en enkele specifieke situaties zoals carpoolpleinen. Waarbij het uitgangspunt is dat de verkeersveiligheid niet wordt aangetast en de omgevingskwaliteit wordt gewaarborgd. En in dat beleid speelde sociale veiligheid nog een ondergeschikte rol. In 2019 werden collega's van mij benaderd door een aantal omwonenden verschillende gebieden die het verzoek deden om lichtmasten langs het fietspad te plaatsen, omdat ze zich niet veilig voelden 's avonds in het donker langs bepaalde trajecten te fietsen. De ervaring was ook dat vaker de auto weer werd gepakt in plaats van de fiets. En het belemmerde sommige mensen in hun sociale activiteiten. We hebben toen een bestuurlijke opdracht gekregen naar aanleiding van die verzoeken om langs 2 trajecten in de provincie te gaan experimenteren met nieuwe vormen van verlichting, schakel- en dimtechnieken. En we kregen daarbij wel een aantal kaders mee. Dus we moesten rekening houden niet alleen met verkeersveiligheid, maar juist ook met de sociale veiligheid. We mochten geen lichthinder veroorzaken, dus ook niet voor diersoorten. De uitdaging zat hem in kabelloze masten, duurzaamheid meenemen, oriëntatieverlichting, dus om de 200 meter ongeveer een mast, en dimbaar. Wat er toen is gebeurd is dat in 2019 ook al de eerste gesprekken zijn gevoerd met omwonenden in Schonebeek. Ik was toen zelf nog niet in beeld, maar die basis is toen wel gelegd met de omwonenden. En toen heeft het een tijdje stilgelegen, vanwege verschillende redenen, onder andere corona. En in 2021 zijn we het weer op gaan pakken. Toen hadden we de gedachte om dit project aan te dragen voor Startup in Residence 4.0 Noord-Nederland. Ik denk dat de meeste van jullie Startup in Residence wel kennen, maar dat is een innovatieprogramma waarin overheden gaan samenwerken met startups, samen zoeken naar oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. En wij hebben daar deze uitdaging voor aangedragen. Alleen toen hebben we helaas maar 1 partij gekregen die dacht een hele innovatieve oplossing te hebben. En die partij hebben we ook uitgenodigd op het provinciehuis om zich te presenteren. Alleen die bleken toch eigenlijk niet zo innovatief als wat wij hoopten. Dus daar hebben we toen helaas afscheid van genomen. En toen hebben we de samenwerking voor deze pilot gezocht met Jan-Willem Groothuis van Nobralux. Als het goed is Jan-Willem ook aanwezig vandaag. Nobralux is voor de provincie Drenthe eigenlijk de schakel tussen de provincie en de aannemer. En samen met Jan-Willem zijn we gaan kijken van, goh, wat zouden we kunnen doen langs dit traject? En
nou ja, toen zijn er wat ideeën geopperd, er wat gesprekken geweest, ook met aannemers. En uiteindelijk zijn we een samenwerking aangegaan met Schreder. We hebben een stippenplan gemaakt, die zien jullie hier ook op deze sheet. Dus wat we hebben gedaan is locaties zoeken langs het fietspad, waarvan wij in eerste instantie dachten dat dat de goede locaties zouden zijn. En toen samen met de omwonenden het traject langsgelopen. En samen met de bewoners uiteindelijk de definitieve stippen bepaald. Dus een aantal stonden goed, daar waren de bewoners ook tevreden over. En een aantal zijn uiteindelijk nog een stukje opgeschoven. Dus de totstandkoming van dit stippenplan is ook samen met de omwonenden gebeurd. De bedoeling is dat we op dit traject van 2 kilometer 10 lichtmasten met 3 verschillende armaturen gaan plaatsen. Dus de gedachte is om te experimenteren met verschillende armaturen. En uiteindelijk ook de omwonenden, de hele pilotperiode, 2 jaar, ook te bevragen naar hun ervaringen met deze 3 armaturen. Waar staan we nu? Binnenkort, op 30 mei, dan hebben we een inloopavond georganiseerd. Dus dan willen we de inwoners van Schonebeek, die nog vragen hebben of die nieuwsgierig zijn naar de armaturen, de mogelijkheid geven om met ons in gesprek te gaan, vragen te stellen. Het idee is om de masten in september van dit jaar te plaatsen. De pilot zal 2 jaar duren. En de gedachte is om eens per jaar met een afvaardiging van de omwonenden en dorpsbelangen te evalueren. En mochten er tussentijdse zaken zijn, dan weten ze ons altijd te vinden. Hoe ziet de toekomst eruit? Ons beleid is vooralsnog om fietspaden niet te gaan verlichten. Dus wel te voorzien van lichte kleur en goede markering. Maar niet de gedachte van deze pilot is niet dat we straks weer alle fietspaden gaan verlichten. Waar we ook nieuwsgierig naar zijn, is of fietspadverlichting echt bij gaat dragen aan die sociale veiligheid. En dat is waar we de komende jaren ervaring mee op willen gaan doen. Er komt ook nog een andere pilot, want ik had het net al even over 2 trajecten. Er is ook nog een traject langs de Norgevaart. In een ander gedeelte van de provincie. En daar willen we experimenteren met lighters en servers. Maar dat moet nog helemaal opgestart gaan worden. Dus dan worden we niet eigenaar van de masten en de armaturen, maar dan gaan we licht afnemen. Dat zal ook wel een uitdaging zijn. Maar daar kan ik nu nog eventjes niet iets over vertellen, omdat die pilot nog opgestart moet worden. Als er vragen zijn, dan ben ik zelf nog te bereiken tot medio juli. En vanaf medio juli zal mijn collega Rutger Vos dit project van mij overnemen. Als het goed is, is Jan-Willem ook in deze meeting aanwezig. Ik heb Jan-Willems gegevens er ook bij gezet. Mochten er nog vragen zijn, technische vragen, dan kan ook contact worden opgenomen met Jan-Willem of met Magdo Langeweg van Schreder. Zij weten alles van de techniek hoe de masten en de armaturen geschakeld, of toch communiceren met elkaar, ondanks dat het kabelloos is. En die hele techniek, dat is voor mij een ingewikkelde wereld. Maar mochten jullie nog vragen hebben, dan kunnen jullie ook die aan hen stellen. Nou, dit is in vogelvlucht even de pilot in Drenthe. Mooi, dankjewel Ingeborg. Ik zie een vraag van Bart. Een handje in ieder geval. Ja, sorry, foutje. maar nu je me toch te pakken hebt. Ik was inderdaad wel even nieuwsgierig hoe de kabelloos is. Gaat dat dan via zonnepanelen? Nou, ik zie Jan-Willem en Magdor al knikken.
Misschien wil een van jullie die technische uitleg geven. Magda, wil jij er wat over vertellen? Ja, ik wil er iets over vertellen. Ik zal niet te diep in detail treden, maar wat we gaan doen is op basis van Solar. En die Solar gaan we een stuk koppelen aan een stukje Smart. Waarbij we dus de verlichting op de nachtelijke uren pas gaan aanroepen zodra er een detectie plaatsvindt. En daarna zal die of uitgaan of naar een gedimde situatie. Daar gaan we mee experimenteren samen met de bewoners. Om het juiste lichtniveau te kunnen bepalen. En zo hopelijk de sociaal veiligheid te kunnen vergroten. Dankjewel, Magda. En andere vragen? Mark van Galen stelt een vraag. Ja. Misschien, ja, kun je hem zelf inwoorden? Willen de bewoners geen verlichting of zijn zij hoofdgebruiker? Ja, de omwonenden hebben om verlichting gevraagd. Misschien snap ik de vraag niet helemaal goed, maar de omwonenden, dus de mensen die langs het fietspad wonen van de N386, die hebben bij ons aangeklopt en gevraagd om verlichting. En daar heeft onze gedeputeerde toen op geantwoord dat er verlichting gaat komen. Ja, want ik begrijp, Ingeborg, want het gaat eigenlijk tegen het bestaande beleid van de provincie Drenthe in. En jullie gebruiken nu de pilot, zeg maar, ook om misschien dat beleid daarop mogelijk aan te passen. Ja, er is wel een bepaalde nieuwsgierigheid naar de nieuwste technieken en de nieuwste ontwikkelingen. En wat het kan doen met de sociale veiligheid. Maar of het beleid gepast gaat worden en op welke termijn, daar kan ik niks over zeggen. Maar er is wel een bepaalde nieuwsgierigheid om hiermee te willen experimenteren. Ja. Nou ja, misschien dat je zelfs een mooie keuzehulp daarin kunt gaan gebruiken. Je hebt Utrecht. Ik zie nog van Saskia nog een vraag. Zij vraagt om, kun je het idee, zeg maar, light as a service... Dat is mooi, hè? Je gooit er een nieuwe term in en iedereen denkt, hey, wat is dat nou weer? Kun je dat nog iets meer toelichten, Ingeborg? Ja, de gedachte is, we zijn normaliter zijn wij als provincie eigenaar van onze lichtmasten. En daarmee ook verantwoordelijk voor het onderhoud. En de gedachte is om te kijken of we ervaring op kunnen doen met het afnemen van licht. Dus dan worden we geen eigenaar van de armaturen en de masten. En dan zijn we niet verantwoordelijk voor het onderhoud, maar wij nemen het licht af. En dat is nog heel nieuw, heb ik ook begrepen, in deze wereld. Ik begreep dat het in de kantorenwereld wel al gebeurt, afnemen van licht. Maar nog niet op dit gebied. Dus we willen gewoon eens kijken... Of daar partijen op gaan reageren op die uitvraag. En dat is een experiment. Ja, mooi. En daar hebben jullie we hebben budget voor. En we moeten daarmee beginnen. Dus we hebben al een klein beginnetje gemaakt. Dat moet doorgepakt worden. Maar dat zit hem eventjes in menskracht, in bezetting. Binnen de provincie. Ja. Maar we hebben nu intern iemand die dat van mij over gaat nemen. Misschien meteen de oproep aan andere regio's die aanwezig zijn. Of andere mensen. Zijn er al mensen die daar meer van af weten? Of al een pilot of een project mee doen? Ik ben wel benieuwd. Ik heb er erg weinig tot nagenoeg niets over kunnen vinden op het internet via Google. Ria die reageert nog in de chat. Hopelijk zijn er geen apps nodig om licht te krijgen als fietser. Niet iedereen heeft een telefoon en je wilt ook niet voor iedere gemeente een app. Je telefoon zetten, toeristen hebben hem zeker niet. Nee.
Nee, ik denk sowieso dat je dat niet moet willen. Ik ben ook wel benieuwd of Ria dit weer als een grapje ziet. Ja. Mobility as a service is ook eigenlijk, gaat het dan ook alleen maar over je smartphone. Ria, ja. Bedoel je dat er ook mee als... Nou, er zijn tegenwoordig van die apps die je nodig hebt om sneller groen te krijgen bij verkeerslichten. En ik heb mensen al serieus gehoord. Nou, dan kun je dit met een app en dan kun je dus zelf die verlichting langs die weg wel aanzetten. Maar dat betekent dus dat je altijd batterijen in je telefoon moet hebben. Die mag niet leeg zijn. Je krijgt verschillende gemeentes met verschillende apps. Toeristen, ja, daklozen, mensen die zonder telefoon, ouderen. Dan heeft dus niet meer iedereen recht op fietsverlichting of op verlichting langs de weg. Dus liever niet. Maar ik kan me voorstellen dat het wel heel handig zou zijn van ja, dan zet je toch een app erop. Nee, dankjewel. Ja, mag ik daar een antwoord op geven? Zeker. Dat gaan we in dit geval bewust niet doen. Ja, inderdaad, die mogelijkheid is er. Maar terecht, een app werkt eigenlijk goed als het heel, heel erg druk is. Dan kun je namelijk op massa kun je, een trigger geven. Buitenstedelijk, waar het minder druk is. En zeker in de nachtelijke uren wil je dat absoluut niet. En dan ga je dus op andere techniek ga je de verlichting aansturen. Klopt helemaal. Dankjewel. Ik zie nog een handje van Rick. Nee, ik wou het over het S-service ding wordt nu snel aan Maas gekoppeld. Maar in principe, zoals mij ook Ingeborg al uit had leggen, gaat het om het model van afnemen. Feitelijk lease je de constructie in plaats van dat je die ding koopt. Ik moet zeggen dat ik vind het wel een interessante gedachte. Want we hebben bij Rijkswaterstaat dus helemaal doorgerekend om al onze dingen tot leds te doen. En dat leek hè, op lange duur een grote investering. Maar ook voor ons was dat, was dat heel erg lastig om meer dan een pilot te doen vanwege de initiële investering die toch best wel heel groot is als je ze allemaal gaat vervangen. Dus, maar wel iets dat. Ja. Ja. Nou, Roel die geeft ook nog aan, hè? App moe en telefoon staat vol, dus niet appen op de fiets. Nee. Nou, dat gebeurt in ieder geval in Drenthe, dus zoals we horen niet. Ja, misschien kunnen we jullie ook van die pilot op de hoogte houden. Ja. Ja. Nou ja, dat is eigenlijk de bedoeling ook van dit soort kenniscafés. Hè, om ook gewoon kennis uit te wisselen. En om zeg maar ook het netwerk te vergroten. Hè. Dus mocht er iemand kennis hebben over... Of zoek je naar een keuzehulp? Nou, hè, bel Eelco of mail hem of zo. En dus dat draagt gewoon bij aan nou ja, in het fietswereldje om te kijken van nou, wat gebeurt er allemaal, wat speelt er allemaal, wie is waar mee bezig en hoe kunnen we ook gewoon kennis daarop op delen. Dus daar zijn dit soort kenniscafés voor bedoeld wat mij betreft. Dus als er niemand meer een vraag heeft aan Ingeborg, dan heeft iemand misschien nog een andere opmerking? Niemand, dan gaan we wat mij betreft het kenniscafé sluiten. Ingeborg, Eelco, Ros en Mark, heel hartelijk dank voor jullie bijdrage. Vanuit thema C, hè, dus hoogwaardig fietsnetwerk, gaan wij, als het goed is, ergens in juli weer een nieuw kenniscafé organiseren. Dus dat zien jullie allemaal terug ook op Fietsberaad of krijgen jullie een uitnodiging van. Dus dan hopen we jullie snel weer te zien met een ander interessant onderwerp waar veel mensen mee bezig zijn op dit moment. Dank jullie wel en tot de volgende keer.